Ik denk dat hij wel iemand pakt. Gaan we maar ja, vangen, vangen. Ja, ja, bewegen. Ja, oh, ja. Weer even verslag onderzoeken. Ja, waar wordt deze toepassing nou eigenlijk voor gebruikt in de praktijk? Echt om kinderen te raken. Gelukkig dat niet doet. Nee. We moeten hem nog wat afstellen inderdaad. Natuurlijk wordt deze taartgooiende robot niet echt in de praktijk ingezet. Maar de kinderen van groep 8 van Sint Willibrordus in Riethoven leerden door de demonstratie wat er met moderne robot- en vision-technologie allemaal mogelijk is. De robot is te zien op de beurs Vision and Robotics in de Koningshof in Veldhoven, waar allerlei technische demonstraties worden gegeven. Hij bakt er niks van, hè, die robot? Ja. Wij kunnen ontwijken en hij doet ook wel een beetje bewegen, maar je weet niet wat je ervan kan verwachten. Dus wat je ziet is dat er een camera staat die in dit geval een mens volgt, maar in de praktijk zal die meestal een product volgen, bijvoorbeeld een koekje. De camera volgt het koekje wat op een transportband voorbij komt, pakt het koekje en stopt het in een doosje. Dat is de normale toepassing zeg maar, hiervan. Hey, meneer Robot, wat vond je ervan? Ja, ik vind het wel knap gemaakt en ja, wel leuk dat hij zo taarten kan gooien. Dus ja. Maar hij raakt hier niet? Nee, maar ja, ik kan niet verwachten wat hij doet. Dus ja, je moet gewoon geluk hebben of pech.